De bolletjewinkel blijft zoals het is. Dit is het geboortehuis en we proberen natuurlijk wel alles in dezelfde stijl te houden. Zeg maar, qua kleurstelling en qua genieten. Wel natuurlijk, en ook de producten die van Bolletje blijven hier gewoon verkocht worden. Wij blijven gewoon Bolletje producten verkopen. Wij zijn straks gewoon Bolletje. Oude tijden in een nieuw jasje. Wat houdt dat in? Nou, dat betekent dat dus Bolletjes, of de Bolletjewinkel is dus nu een onderdeel geworden van de molen. Vroeger hoorde het bij de fabriek van Bolletje. En wij zijn dus nu onderdeel van de Ambi Stichting, de molen. Die heeft dus ons eigen, zeg maar, in eigendom gekregen. En wij willen dus dat straks laten zien, dus met een open dag. Om dan, zeg maar, dat er dan de oude tijden nog steeds leven hier, maar dan in een nieuw jasje. Het is een soort heropening. We gaan dus de winkel opnieuw heropenen. De burgemeester komt, die komt de boel openen. En dan hebben we vanaf 12 uur een inloop voor de mensen van Almelo. Die kunnen dus binnenkomen en die kunnen dan genieten van een hapje en een drankje. Van een paar leuke dingen, met een klein braderietje erbij. Kunnen ze het museum in, we hebben een museumpje boven. Kunnen het museum bekijken. En dan hopen we dat het een gezellige dag wordt. Het is 30 april, zaterdag 30 april, van 's morgens 12 tot 's middags 1:05 uur.